De duurzaamheidswinkel in Woerden ontving vandaag een mooie prijs van de Natuur- en Milieufederatie Utrecht. De winkel krijgt daardoor een jaar lang het exclusieve gebruik van het kringlogo in de provincie Utrecht. De kringlogoprijs is een prijs met doelstelling de meest circulaire burgerinitiatieven in de regio te ondersteunen en landelijk te stimuleren. En het is een wisselprijs, dus voor één jaar mag de winnaar de logo gebruiken om activiteiten en producten te promoten. En jullie zijn hier denk ik een best mooi voorbeeld hoe hier echt op lokaal level burgers samen kunnen komen om bewustzijn voor de noodzaak naar deze transitie te krijgen, maar ook om kennis te ontwikkelen, om in actie te komen om echt hier lokaal aan de levensomgeving in Woerden verbetering aan te brengen. Dus de jury heeft op basis van een aantal criteria, zoals circulariteit, innovativiteit, maar vooral ook een integrale aanpak, dat het niet alleen om circulariteit gaat, maar ook om andere duurzaamheidsthema, besloten dat jullie dit jaar de prijs van de Kringlogo 2023 ontvangen. Jullie hebben, ja, zoals jullie zien, hebben een aantal heel mooie, fijne projecten van de Ralba, die ja, hier niet... Deze dame heeft de Ralba opgezet. Nee. Ja, de jury heeft gezegd dat het heel fijn is dat er zo'n afwisselende programma in staat. En dat het echt een ontmoetingsplek kan bieden voor mensen om samen te komen, kennis uit te wisselen. Ja, de recyclebar, een heel fijn voorbeeld waar wat voor sommige afval is. Navolging verdienen. Precies, absoluut. Ja. En naast dat jullie gewoon een reeks activiteiten opzetten om ook een gemeenschap te creëren van burgers die in actie komen en andere burgers, maar ook de overheid laten zien wat wel kan en wat steun verdient. En wij denken dat jullie ook een klein steuntje in de rug verdienen. En van harte gefeliciteerd. En ik ben heel benieuwd wat jullie met dit mooie bedrag gaan doen. Ook werd vandaag de nieuwe zadenbibliotheek in gebruik genomen.